Ergens in een pretpark in Nederland voelt een moeder zich niet zo lekker. Och, gadver, ik word kort misselijk van die achtbanen. Mam, gadver, wat is er? Ja, waar was je? Oh nee, ik wou gewoon even een beetje frisse lucht happen. Dat was echt een toffe achtbaan, hè? We gingen 8 keer over de kop. Ja, dat was wel echt heel leuk. Gaat je ook mee naar de volgende achtbaan? Nou, ik zat eigenlijk te denken om daar bij het klimrek te gaan spelen. Het klimrek? We hebben ook een klimrek op de school. Ja, precies, man. We gaan naar de Super Terminator achtbaan. Ik denk dat ik daar niet in ga. Waarom niet? Echt niet. Als ik met papa was, zou hij wel meegaan in de Terminator achtbaan. Natuurlijk ga ik wel mee in de Terminator. Dat was maar een grapje. Het is die kant op. Ach joh, we gaan wel 2 keer. Ja, weet je, kurkentrekker. Ik heb gehoord, als je dan ga je weer en als je kot, vang je die kot van jezelf op, hè? Ja. Een paar dagen later ontvangt de moeder van Brett een paar vriendinnen in haar huis voor een kopje koffie. Ik was aan het schoonmaken, want alles moet wel heel mooi zijn voor Brett. Zo, jij vindt wel een beetje. Nou, willen jullie een kopje koffie? Nou, doe mij maar thee. Nou, meiden, dat ga ik wel even regelen. Dat is goed. Hé, zij verwendt hem wel heel erg, hè? Ja, hij moet minder verwend worden. Ja, maar ze doet ook echt alles voor hem, hè? Ja. Ik zag zelf op Facebook dat ze ging zweefvliegen. OMG! Zweefvliegen, ja. En ze heeft hoogtevrees. Ja, dat is echt niet normaal. Ja, hé, maar eigenlijk heeft Brett gewoon de recht om zijn vader te zien. Ja, dat snap ik ook. Oh shit, ze komt eraf. Dat was een lekker weertje gisteren, hè? Ja, leuk, ja. Hè? Hier, pak maar. Oh, dankjewel. Dus, toch... Brenda, gaat het eigenlijk wel goed met je na de scheiding? Ja, nou, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Wij gaan volgende week naar Brussel. Heb je zin om mee te gaan? Nee, dat kan natuurlijk niet, want dat is Brett bij mij. Maar dan kan hij toch ook een keertje een weekendje naast zijn vader? Nee, echt niet. Je weet dat ik dat niet fijn vind. Mam. Mag Kim, Katie, Shiny, Latifa, Nancy, en Jendrik, Roshan, Shaquan en nog twee andere kinderen meekomen? Dat zijn 12 kinderen, dat is wel heel veel. Ze blijven alleen eten en spelen, niet slapen. Ja, maar alsnog, 12 kinderen eten, koken, dat kost echt veel geld. Oh, dat maakt niet uit. Dan vraag ik aan papa of bel hem wel als ik bij hem kan komen. Oh, natuurlijk niet. Natuurlijk mogen ze wel blijven spelen en eten. Als je wil, mogen ze ook blijven slapen. Wauw, 12 kinderen, dat kan echt niet normaal. Ze moeten echt met ons mee naar Brussel. Oh, je bent de beste man van de hele wereld. Ik ga het gelijk vertellen. Ik heb hier van €100 nodig voor boodschappen. Kan ik wat lenen van jullie? Nou hoor, ik vind het niet goed wat je met... Ik ook. Hier, neem maar geld. Alles is beter dan dat hij naar zijn vader gaat. Nou zeg, dat is toch normaal? Dat ze allemaal voor hem doet. Op school wordt er in de klas nagepraat over wat zij in het weekend hadden gedaan. Wat hebben jullie gedaan in het weekend? Vingers? Nou, Shiny. Ik ben met mijn vader gaan tennissen dit weekend. En waar ben je gaan tennissen? Mijn vader heeft een abonnement bij een tennisbaan in Beverwaard. Tennisbaan. Ik ben gaan zweefvliegen dit weekend. Ja. Ja, ik ben naar het Pathé de Kuip geweest met mijn vader. En we keken echt een heel leuke film. Nou, Brett, nu mag jij het vertellen. Deze zaterdag gingen we zweefvliegen. Zondag gingen we naar het attractiepark. Was het nou Walibi of was het Efteling? Ja, Efteling. Zeker allemaal met je moeder. Ja, tuurlijk met mijn moeder. Je weet toch dat mijn vader me niet wil zien? Brett, een beetje rustig, hè? Maar hoe zit het met je vader en moeder eigenlijk? Ja, maar mijn vader wil mij gewoon niet zien. Wie zegt dat nou weer? Je moeder? Ja, dat zegt inderdaad mijn moeder. Maar Brett, je weet dat het de kinderrechten is. Dat je vader en moeder allebei mag zien. Ik weet dat je vader je best wel wil zien. Je moeder doet altijd leuke dingen met je, zodat je je vader niet hoeft te zien. Volgens mij is dat helemaal niet zo, hoor. Het? Ik kon er toch ook niets aan doen dat mijn vader me niet wil zien? Je vader wil je wel zien, hoor. Mijn moeder zegt dat hij me pijn wil doen. Ik ga iets regelen. We gaan naar de klas.
Niet veel later waren er rapportbesprekingen op school en had de juf inderdaad wat geregeld. Het gaat redelijk goed met Brett, maar mijn gevoel zegt dat het beter kan. Hoe denkt u dat het beter kan? Ik denk dat het beter is als hij contact heeft met zijn vader. Daar ben ik het niet mee eens. Hij kan naar brede school, hij kan naar vakantieschool. Hij gaat absoluut niet naar zijn vader. Maar met bijles krijgt hij zijn vader niet terug. Maar zijn vader wil hem helemaal niet zien. Ik heb zijn vader gebeld. Is papa hier? Ja, hij is hier. Wat? Maar dat kan helemaal niet. Waarom is hij hier? Omdat hij zijn vader nodig heeft. Nee, dat kan niet. Waarom is hij hier? Haal hem weg. Dit kan niet, dit kan niet. De moeder had nu veel verdriet, maar zou later inzien dat het goed is dat een kind het recht heeft om zijn vader te zien. Ik hoor. Nou, Brett, nu ben ik wel blij. Ben je niet blij? Benieuwd. Je allebei met een B. Het is best wel lastig, hoor. Ja, benieuwd. Oké. Okay. Maar Brett, je moeder en vader moet je wel... Nee? Ik weet wel dat je vader je heel toe. Nee? Oh, ik had de juffrouw Natasja in beeld. Juffrouw Natasja wil zo graag in beeld. En... Dat was een toffe achtbaan, hè? Die ging wel 8 keer over de kop. Oké. Okay. En niet dansen ervoor. En 3, 2, 1, actie. Zo, dat was echt een toffe achtbaan. We gingen 8 keer... 3, 2, 1, actie. Dat was echt een toffe achtbaan, hè? We gingen 8 keer over de kop. Je zegt 8 keer, maar je doet zo eind. Ik zou wel een kopje thee lusten. Ja, ik ook. Doe hem nog geen korst. Ja, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Okay. Ik heb gehoord dat ze gaan zweefvliegen. Wel? Nee. Maar je kijkt elke keer zo diep in de ogen. Ik zag zelfs op Facebook dat ze gingen zweefvliegen. Oh my god. Oh my god. We hebben het net over de kindermishandeling. Ja. Oh, dan moet ik weer terug. Hey, ga jij daar naartoe? Even wacht. Ik heb wel geen actie gezet. Even stil alsjeblieft. Maar ik merk wel dat je heel erg met Brent bezig bent. Brent? Oké, wacht op Brent. Camera loopt. Hoe denkt het al het beter? Ja? Daar ben ik het niet mee eens. Ik kan een bijles geven. Niet kijken. Je moet het duidelijk zeggen. Hij moet zeggen camera loopt. Ja, precies. Ja. Camera loopt. Daar ben ik het niet mee eens. Hij kan bijles krijgen, hij kan naar zomervakantieschool, hij kan naar herfstvakantieschool. Oh nee.